Waar van deze twee families zullen we twee weken weer waarom in de grote finale? Is dat de familie Buma? Hey! Of toch de familie Pol? Hey! Dit is No Do. Ik ben onderwijs naar het Woudengemaal op een Lemmer. En dat is een fabbeeld van de industrialisatie in Friesland. Tjoch, daar is het museum al. In het museum leren de families in drie vaarrondes en in een grote finale alles over de Friese geschiedenis. In de eerste ronde speelt de band in elkaar in een spannend spul. De bedrukt. In de tweede ronde nemen de pakers en de beppers het chillen waarop in de kennisquiz. De bedrukt. En in ronde drieën bewijzen de ouders wat ze opstutsen haar. Waar stier je dat? En in de grote finale gaat het alle jaar om teamwork. Oh, oh, jongens, de hele miniatuur! Nee, niet die. Nee, ja. Jawel, ja. Nou, daar wacht je bij wen again, hè? Ja. Hoi, daar ben je weer. Goed, de hele finale. En waar van Jim hitte dan terug naar de grote finale in Tresor? Daar ben je in de weer. Inderdaad. Hoe is het mogelijk, Willy Paul? Ik ben wel wat gestrest. Ik laat hem net weer vallen, maar ik dacht niet vragen. Nee, rustig, blijf. Dank, waar ben ik hierheen? Dank. Bel jongen. Ja, ik ga heel bedraagd. Ja. Ja, dan ben we er. Dan hebben we toch wel die winnersmentaliteit. Joet ben je onderwijs naar het Woudengemaal op een Lemmer. En het spul gaat een hek over de kanonfeesters, wetter en industrialisatie. Nou, we hebben al heel wat zoen dan wat jij hebt, maar ja, wat u scheerder brengen ze, dat weten we net. Ook mee, Scully, hè? Ja, eerlijk is eerlijk. Scherpen moet ziek, hè? Ja. Ja, daar is het. Nou, ik ben hier om te winnen. Hoe zien we net mooi? Ja, Jorn, ik heb Jorn, maar toen is de puzzel. Ja, stop het niet! Stop het niet! Joet ben je hem onderwijs naar het Woudengemaal op een Lemmer. Tijdens deze autorit kom je hem een buske van het wetterskipje in. Maak je daar een foto van met dit tablet en win een Nodoku. Dus let goed op, succes en onthaast. Hier staat de bus. Kom nou, jong. Draven. Bij erop. Ja. Wetterskip Friesland. Wetterskip Friesland. Welkom hier in het Woudengemaal op een Lemmer. Dit gemaal is nog altijd een duidelijk ontinken van de industrialisatie van Friesland. En het gemaal werkt juurtedaai nog altijd. Maar voor de oplettende jogger, ik zou je geen treien, maar ik zou je vier familieleden. Annette, wat is er aan de hand? Ik ga mijn polsen britsen. Och, heden. En toen is het natuurlijk wel in de gaten van... Ik ken net maar wat we nou doen. Nee, dat ik voort in de gaten, ja. Dat wie ik het eerste wat ik zei. Echt vier? Ja. Botteloorsteld. Ja. Waar is die vervanger? Anne Jasper. Anne Jasper. Ja. Nou, welkom jongen. Wist een beetje hoe het werkt nou doen? Ja, ik ben helemaal voor het werken. Oké, een heel soort succes. Want in de auto rit je erin, heb ik je vragen om een foto te maken. Nou, laten we zien naar de foto van de familie Buma. Een prachtige foto. En daar moet je vertellen in de Nodoku. Binnenbrocht terug Kushi. Dankjewel Kushi. Aasen in te zetten in de tweede ronde. En de familie Pol, Jim foto. Jij en ik Jim krijgen de Nodoku. Binnenbrocht terug Janna. Aasen dus in te zetten in de tweede ronde. Overal in en om Friesland streemt wetter. In de Terpentiet, want ongeveer het jaar 1000 ta, zet de zee geregeld wat grote stikken land onder wetter. Hield dit binnen meer en betere zeedieken bouwt. In de 19e en 20e eeuw werd hij goed uiteenzet met het droegmjouwen van de Wierde Groen. Er komen honderden wettermonden in het land te staan. Er worden gemalen gebouwd. De bekendste en mooiste is wel het ingenieur Woudengemaal bij Lemmer. Een prachtig oud stoomgemaal. Het Woudengemaal werd in Wierde dagen nog altijd beroept om de strijd tegen het wetter om te gaan. In de eerste ronde nemen de band het Chimmekor op. In dit geval neemt dus Anne Jasper het op Chin Jorn. En het gaat dus weer om snelheid. En de winnaar van deze eerste ronde verdient het 10 seconden vastsprong voor in de finale. Maar ja, voordat we beginnen kennen, moeten we zelfs eerst even tossen. En degene met het heeste getal die met Aasen beginnen. Anne Jasper, druk op de knop. Wat is die getal? Doe heeft de 2. Nou, gaan we daar weer in? Nee, het is de 1. En dus Anne Jasper, doe maar eens beginnen. Zie je die plak op? Nou, wacht.
Elk jaar wordt het Woudergemaal nog wel een peker inzetten om oerstollig wetter voor te pompen. Het wetter uit de boezem wordt dan oerpompt naar de IJsselmaar. En op deze wijze horen wij droege votten. Op dit tijd draait het Woudergemaal net. Maar het wetter stiet wel heeg. Dus Anne Jasper, Doma's dan over zwartje dat het wetter voortpompt wordt. Vind ze gauw als mogelijk vier slangen. Je naar boeten ta en sluit de slangen op de pomp aan en zwart je dat ze het wetter uit de boezem in de amer pompst. Zodra uit de amer omvalt, dan stopt het de tiert. Snap je dat? Ja, snap dat. Oké, de eerste slang kiest Fine aan de achterkant van de chattel, aan de boezemkant. Ik tel aan en dan mag je beginnen. Treien, twa, in en start. Achterkant van de chattel. Aan de boezemkant, dus dat moet er wel. Ja. Ja. Daarom die draaiknop aan je hoofd. Beetje omhoog. Ja, ja, daar is hij. Ja, ja, goed zo. Kist een slang Fine in de kelder. Nee. Ja, we hebben een hele persoon in het midden. We hebben die oren weer blond, deze is donker. Ja, we zijn heel rustig. Voor het algemeen heel rustig, maar als er op aankomt, dan bibberen. De tweede slang aan de Jasper in de gereedschapskast naast een pomp. Jonker een pomp. Nou ja. Ja, nee, hier, ho, we hebben erom. Nou, naar links, ja. En dan, ik denk, dat bruine kastje. Ja, goed zo. En nou de vierde slang aan de IJsselmaarkant bij de centrifugaalpomp. En we willen winnen van Annet. Ja, dat kan wel. Oh, bedoeld, wat bedoel ik? Een centrifugaalpomp. Ja. Oh. Ja, Hester? Oké. Okay. Ja. Dit is ook boeien met Pete, ja? Ja. Dan het wetter uit de boezem, pompen in de amer. Hartstikke goed. Het koppel hier heel bij. Ja. Natuurlijk hopen we. Winnen. Maar de mensen naar huis te gaan. Ja. Hier is de slang, man. Ja, goed. En hier is ook gruselijke lindig en vlug, dus... Ja, en krachtig en pittig. Pompen, pompen, pompen. Nou, dit... Goed zo, jongen. Je hartstikke goed. Pompen, pompen, pompen. Ja, ja. Ja. Stop de tiert, jongens. Ja, je hebt ook goed in. Hartstikke best, ja. 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 Hoe kun je het onderhaven, hè? Ja. Nou, bist benijd naar die tiert? Ja. Lid me zijn, jongens, de tiert van Anne Jasper. Hoe lang heeft het erover die? 4 minuten en 2 seconden. Wist het, deze ronde tingst? Ja. Ja? Ik ben heel benijd. Want Jorn zit op jacht naar de eerste 10 bonusseconden. Jorn. Door maar zo gauw als mogelijk vier slangen vinden die is nodig heeft om het wetter van de ene kant van het gemaal naar de andere kant van het gemaal te pompen. Ja. Ga naar de boetenta en sluit de slangen op de pomp aan en zwart je dat het wetter uit de boezem in de amer pompst. En zodra uit de amer omvalt, dan stopt de tiert. Dan kiest de eerste slang vinden aan de achterkant van de chattel, aan de boezemkant. Oké. Okay. Treien, twa, in en start. Nou, de eerste slang zie ik al redelijk snel. Ja. Ja, oké. Okay. Tweede omwijzing. En de tweede gong ik wel. Daarachter die gele buis. Ja, ik zwem. Oké. Okay. Treden wat moeilijker. Der, ja, daarachter. Ja. Zit er wat in? Ja. Ja, oké. Okay. En de laatste slang aan de IJsselmaarkant bij de centrifugaalpomp. Ik ben er wel. Ik wist net dat ik heen moest. Geet om tijd. Moet je... Tempo. Ja, ik ben er wel heen moest. Draaf, draaf, ja. Draaf. Ja, Hester? Ja. Oké. Okay. Ja, eigenlijk best wel redelijk makkelijk pakken, maar ja. Tja. En dan het wetter uit de boezem in de amer pompen. Ik zie geen amer. Dan sta je daar en dan stiet de amer recht voor je. Dan zie je daar een beetje naar en dan zie je niet. Ah, nee. Oh, daar, ja. Ja, daar. Ik zou er best wel stom uitzien, denk ik, het of hier. Moet ik hem pakken? Oh, nee. Dit is een slaanglezer. Oh, Jor, dit is geen HDS. Nee. Nee, nee, maar ben je slim. Nee. Hop, 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 hop.
Beer, doe maar. Ja, als die omvalt, dan stop met de tier. Ja, ik moet je al eens maken. Dat doet onwijs de kinderen wat mooi. Doe maar, trappampen. Trappampen. Meester Haar. Doe maar. Yeah. Stop de tier, jongens. Die vrouw moet net 2 seconden. Van Anne Jasper, Bisto Rapper. Ik weet het niet. Ik hoop het. Ik hoop het voor Dijek. Nou jongens, lid met Jen. Is Jorn rapper of stadiger? Hij is stadiger. Ja. En Anne Jasper wint daarmee die eerste ronde. En daarmee 10 secondes vadiel van in de finale. Voordat we losgaan met de 2e ronde, Aansen, met de beide pakers achter de drukknoppen, krijg je hem eerst een roelering terug het gemaal, die en terug Kees Storm. En let goed op, want die kennis hij hem Aansen weer nodig voor in de 2e ronde. Hartelijk welkom hier bij het Woudergemaal. Het hele verhaal hier heeft alles te maken met waterbeheer. Je moet je voorstellen dat in de middeleeuwen hier nog kloosters in heel Friesland waren. En die kloosters die zorgden ervoor dat men op een bepaald moment de zaken ging bedijken. Zodat ze daar veilig heen konden zoeken als het water te hoog kwam. Nou, die boezem, dat is een deel van het Friese waterschap waar men al het water uit de polders naartoe pompt. En als het dan maar blijft regenen en het water blijft maar stijgen in de boezem, dan zal je dus moeten gaan pompen. En dat heeft men uiteindelijk begin vorige eeuw besloten met het Maalbesluit. Als je dit gebouw helemaal vol water zou hebben en de 4 machines draaien, dus 8 pompen, dan is het binnen een minuut leeg. In de 2e ronde zullen we zien wat de beide pakers niet correct opstutsen het tijdens de roenleading. En dat doen we mooi. Het eerste gedeelte, multiple choice. En het 2e gedeelte bezit dan uit IPE vragen. En dan kun je weer de zogenaamde no-doku inzetten. Het gaat dus om de meeste goede antwoorden. En die familie pakt weer 10 seconden vaardiel voor in de finale. We gaan los, jongens. Paak het zeert, paak het loken, een heel soort succes. En je mooi dus net helpen, hè? Het is net oors. Vraag 1. In hokker tierdrek ben in Friesland eens de eerste zeediken online. Wie dat A in de tijd dat de eerste Roomse predikers naar Friesland kwamen om het christelijk leeuwen te verkondigen? Of wie dat B in de tijd dat de kleesters in Friesland hield iets meer bezit kregen? Of wie dat C in de tijd dat Albrecht van Saxen zwargen voor een farm van steedkundige hier niet? Ik zag 2 keer een B en de eerste punten ben binnen, jongens. Allebei dat goed. Wat is de oudste polder van Friesland? A. De Jesterijnder polder. B. De Elva-polder in de omkrieten van Burgwet. Of C. De Injemer en de Ljussenser polder. Drukken, jongens. Ik zag een B en ik zag een A. En het goede antwoord is de A. De Jesterijnder polder. Punt. Git nooi pakenlolken. Volgende vraag. Hokkerdiek had het langst in functie west als officieel wetterkerende binnendiek. Is het A. De Hemdiek van de Snitse Mar om het Blauwhoes? Of is het B. De Hegediek van Boersum richting Ljouwert? Of C. De Slachterdiek van Raart ont Jesterbjerm? A, B of C. Paak het zeert nog. Ik zocht een C en ik zocht nog een C. En het goede antwoord is C. De Slachterdiek van Raart ont Jesterbjerm. Volgende vraag. Begin 20e eeuw waar er bij Lemmer een stoomgemaal bouwt. Naar waar is dat stoomgemaal eens neemt? Is het A. Naar ingenieur Tacoma? B. Naar ingenieur Wouda of C. Naar ingenieur Lely? Ik zag een B en ik zag een B. En dat is vanzelfs het Woudergemaal hier op Alemmer werd erbij binnen. Nou, die weer net altijd regen. Nee. Toch? Nee, zullen we allemaal weer even een flink regenvraag erin gooien? Kom nog even een lekkere vraag. Stel nou dat het Snitse Mar droegmakken worden mat. Hoeveel dagen zou het Woudergemaal nedergaan om het Snitse Mar heel dol leeg te pompen? Is het A. Ongeveer 2 dagen? B. Circa 2 weken. Of C. 2 mannen. 2 keer een A en dat is het goede antwoord. Het Woudergemaal kan per minuut 4 miljoen liter water verpompen. Even de tussenstoorn naar deze multiple choice ronde. Jou had er 4, dus Jim ging nu on the leading. Maar er kan nog van alles gebeuren, want nu komen de IPE vragen. En van nou al kun je hem echt de no-doekoe zien zetten. Hè? En daarmee verdubbel je hem de punten. Dus per goed antwoord, 2 punten. Zet je de no-doekoe in, dan heb je 4 punten. Haal je hem het antwoord fout, maar de orenfamilie nog een keer beziek je voor de helft van de punten. De IPE vragen, dat je hem snel liet. Vingers onder de knop. En je mooie dus helpen, hè? Je mooie helpen.
Een van de grootste inpolderings in ons provincie is die van het beeld. Aan het begin van hokker eeuw is daar mooi begon. De bedrukt. Zeg je nieuw. Het antwoord is goed. 2 punten erbij van de familie Buma. Na de grote wettersnoodramp van 1953 besluit de regeer van ons loon om de zeedieken te verhegen en ook te verstevigen. Onder hokkernamen is dat besluit bekend bleun. De bedrukt. Wil je de nadoek inzetten? Ja, ik kan een beziekje. Nou, beziekje dus. Nou, pakketjeert. De delta werken. En dat is goed. 4 punten erbij. En daar mooi, volgens mij, hij de achterstoel in één keer helemaal goed maken. Laatste vraag, jongens. Had je hier de drukken, zet dan ook die nodoek in, hè? Wat is in de wetterhuishouding een boezem? De bedrukt. Troch, pakenlolken. Ben je er wist van? Ja. Jij weet het antwoord? Dat is een opslag. Een opslag? Van water. En dat is correct, hè? Een sammelplak. Ja, dat is correct. 4 punten erbij van de familie Buma. Nou, jongens, dat brengt dus dan bij de eindstand van deze 2e ronde. Pakketseert. Hoeveel punten heeft Pakketseert? 8. En Pakenlolken. Ik denk dat ik het wel weet. Ja, her. Overpunten voor Pakenlolken. En daarmee wint de familie Buma deze 2e ronde. En daarmee 10 belangrijke secondes voor in de finale. Ja, dit is goed, jong. Ik zie het wel een beetje rooskleurig in. Voor het algemeen. Ja, we willen de moord net hangen. In de 3e ronde neemt Welmoed het op Tjin Lutske. En het is in deze ronde zaak om zo volle mogelijk goede antwoorden op de foto te zetten, mooi een tablet. En elke goede foto smiet er weer een punt op. En degene met de meeste punten wint deze 3e ronde. En daar mooi werd 10 seconden van deal voor in de finale. 3, 2, 1 en start. In de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw stien in de winter grote delen van Friesland onder water. Toch dwort het wel even voordat de steden van Friesland besletten om de Friese boezem te bemelden. Op welke datum wordt dit besluit uit naam? Wie is dit? Mijn foto. 7 februari 1913. Vorige keer hingen we geen tactiek, dus dat is best bevallen. We hebben nu ook geen tactiek. Ja, we gaan maar verder naar de volgende. Machinefabriek Jaffa uit Utrecht leveren de wichtigste patten van de stoominstallatie van het Woudergemaal. Dit is onder andere te zien onder plakettes op de verschillende onderdelen. De binnen 3 verskate onderdelen die terug Jaffa maken binnen. Bewijs dit met 3 foto's. Oh, dat weet ik niet. Dan is het wel even ziekje, steert het er duidelijk op of net of al. En nou, volgende. Deze hier. Ziet er nou dat op? Ja. Oké, dat is 2. Ja, die kelder, in die kelder. Je moet altijd risico nemen, want anders dan. Dan lukt het net. Dat ik ja van. Oh, hier is ik Ian, inderdaad. Ja. Dat is Ian. Een van de wichtigste zaken die vanzelfs dat de draaiende onderdeel goed smart worden moest. Nu gaat het al hier automatisch. Maar jeder moest dat alle dagen met de hoornbar. Maak je nou een foto van de oliesnip? Ja, de oliesnip. Ja, welke is dat? De linkse. Ja, welke? De linkse. Die? Ja. Je hoort gewoon oliekannen. Oké. Okay. Onder hoorn van Biegeliks manometers en de bietmeters waar het alles goed in de gaten houden. Maar ook de bekende barometer, die voor haar van groot belang. Zo kon ze het waar goed in de gaten houden. Wat voor waar kennen Biegeliks de komende 10 verwacht je? Dit gaat als een speer, hè, meneer Pakenlolken? Dacht ik. Het Woudergemaal is sinds 1998 een vroot erfgoedmonument. Wie is dit? Mijn foto. Waar zie je dat? Erfgoed. Daar boven, ja. Het zwarte ding. Oh, ja. Ja, dat rondzien. Nou zie ik het. Ik denk in het kantoor, of nee? De laatste vraag die ik kreeg, dat is u dus helaas bij de rondleiding net verteld. Oh, dat ding? Of misschien wel verteld dat ik het net opslaan had. Dat ken ik nog. Stop de tier, jongens. Nou, pff. Oh. Heel goed gevolg, Groen. Nou, jongens, dit is Jen. Hoeveel antwoorden had Welmoed goed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan Lutske. Wat denk je nou? Komst dan onder die 8? Lid Jen, 4, 6. Nee, toch net.
6 punten van Lutske, maar 8 punten van Welmoed. En daar moet je 10 seconden voor in die finale. En dat brengt dan de tussenstanden op 10 seconden van de familie Pol, maar 20 seconden van de familie Buma. Hey. Jokken Tuzek, meidwan, on no do, beantwoord je dan de volgende vraag goed en win een goodiepakket. Wat is de wichtigste functie van de gemalen in Friesland? Wil je antwoord? Nou, no do, apenstutje omroepfriesland.nl. Het Woudergemaal van Tegensiel, vlakbij de Lemmer, is het grootste stoomgemaal van de vrouwt dat nog altijd werkt. Alle jaren nog pompt het gemaal in witte tijden miljoenen liters water uit Friesland wei de IJsselmarie. De grote stoommachines winnen nu feitelijk ouderwets. Maar juist daarom, en omdat het zo'n mooie combinatie is van oude techniek en een prachtig gebouw, vinden mensen het belangrijk om het gemaal draaiende te houden. Het Woudergemaal is een wonder van techniek. Maar Friesland en industrie, dat had altijd wat noordelijk geweest. Wilst al om 150 in de industriële revolutie begon in Engeland, stierf er 100 jaar later zowat nog geen één fabriek in uw provincie. Dat verloren na de Tweede Wereldoorlog. De oerhiet die bot zijn best om industrie naar Friesland te halen. Maar de komst van Philips naar Drachten verloren dat. En gaandeweg kwamen er meer fabrieken in Drachten, maar ik naar Ljouwert, het Jerveen, Snits, Haas en Orenplakken. De familie die deze opdracht wint, de laatste opdracht, wint de oorlevering en je terug naar de grote finale. Maar let op, alle verschillende secondes in de vakkende rondes willen pas naar ouderin verrekenen. In de stookromte in het gemaal, je naast, zit ook een miniatuur stoommachine. En doel is vanzelfs om deze draaiend te krijgen en dat zal Griff nog net daar vallen. Als de machine op stoom is, dan stopt het de tijd. Alweer helder? Ja, ja. Oké. Okay. Paak het zeert. Ja. Let goed op. Want als ik zeg start, dan rennen je zo gauw als mogelijk naar het kantoor van de chefmachinist en dan hellen je de instructies op. En breng die instructies dan zo gauw als mogelijk hierheen naar de studio. Ja, ik snap het. Oké, okay, ik tel al en dan wees ik Jim de familie Pol een heel soort succes. 3, 2, 1, start. Naar het kantoor, huis. Is dit de eerste of de tweede versnelling? Nou, dat is de wel de tweede versnelling, hoor. Maar ik geef een envelop bij Hallie. Weer. Goeiedag. Oh, maar je hebt een lamp bij je halen. Die man die was net zo goed, die zit er ook rond te klooien. Toen je heet er nog in. Hij moest jongen waar dat weer? Nee. Ruitse spanningen. Oh, weer dat ruitse? Ja, lekker hier maar ruitse. Hij moet hem wel even opzetten. Ja. Oh. Ja. Oh ja, hier. Ja, hier er al. Is dit hem? Ik denk het. Nou, we even om naar de studio. Tempo, snel. Oké, last voor, Lutske, last voor. Om de stoommachine aan een praat te krijgen, heb je een vier attributen nodig. Zorg je dat je mijn jongste teamlid deze samelt en naar de stoommachine brengt. Attributen, olie-kannen. Aan de Jasper die staan van mij op die kastjes. Ja, ja. Op die houten kastjes, dus die is een oliekantje. Maar jij? Ja, precies. Een Lutske. Ja. En dan blokjes S-bit, die staan op een werkbank. S-bit. Nee, nee. Blokjes S-bit. Ja? Vuur kerst bij de chef-machinist, Helie. Ik wil het voor net doen, ik wil voor net binnen. Goed zo, jongen. Gaat hartstikke goed. En ja, natuurlijk ik van mezelf, want dat is altijd leuk. En dan een paar weken meid in de finale, dat is natuurlijk het allermooiste. Ga je vuur? Dank. Ja, en we hebben erom. Goed zo. Ik heb er aan, ja, kijk, en, allemachtig. Daarom hou ik met mij nog. En dan was het water op Helje bij de waterpomp uit de ronde in je west in de Westhaast. Ja, ja. Ik kan wel net zeggen, nou, mijn man is mooier dan winnen. Nee, we gaan er echt goed voor, ja. Flesje mij? Neem maar mij. Nog maar een iepmatch. Nog maar een rier. Ja. Mooi. Instructies om de stoommachine op te starten. Draai de dop van het shuttle. Hak. Zet de trechter erin. Vul de chattel met 200 milliliter water en draai de dop er weer op. Rustig aan. Ik heb net trooi jitten? Nee. Oh. Mij net niet op een potje plezier. Nee, precies. Smart de hada's? Nou, ik ben A-technisch, maar... Oh, haatas. Hey, om beide kanten.
Doch drie blokjes S-bit in het laad onder de tjettel. Hierin dus. Stek de blokjes om met de lucifers en sluit het laad goed. Ja. Oké, okay, onder ding. Ja, die lucifers die wonen eerst net om, want die blazen heel de duurt. De jongens, het gaat wel een tijd. Nou, dat wordt wat. Nou. Er zit een soort, ja, krijg dus blaast er lucht erin. Een soort luchtstroom. Ja. Ja. Wat je er wordt. En dan moet je hem omdraaien. Ja. Doe er maar in. Als de meter van de kant komt, open je dan de haadaansluiting op de machine. Ja, het moet even tijd, hè? Ik denk het wel. Zullen we een pauzemuziekje er even onder zetten? Het viel net prettig. De mensen bij mij net. Nee. Ja, 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 er komt wat. Ja, is die er hier? Ja. Ja, daar is die. Stop het hier, jongens. En rol je water. Jongen. Jouw bol over in de finale gaan, maar ja, ik moet mijn moeltje net voorbij praten, maar... Pake Lolke en Jorn. In de stookromte hiernaast zit van hem een miniatuur stoommachine. En nou is het vanzelfs de bedoeling om die miniatuur stoommachine onder praat te krijgen. Als de machine één keer op stoom is, dan stopt het de tiert. Oké, Pake Lolke. Op start hel je de instructies bij de chefmachinist uit het kantoor waai. En breng die instructies dan zo gauw als mogelijk bij Welmoed. Ja, helder. Treien, twa, één en start. Brave Paken, denk maar dat dit de berenloop is. Oh ja, dat hij daar helemaal de berenloop. Ja, hoe krijg je een formulier op hier krijgen we hier al ergens. Ik beloof nou wat, maar ooit. Dan krijgen we jongen lekker diner. Dat dacht ik al. Ja, bedankt, joh. Nou, ik leer je. Ja. Ze even profiteren, op dit jaar. Attributen. Oliekannen. Bij oliesnip in stoomgemaal. Oliekannen. Dit ding. De allerliedste. Draven Jorn. Blokjes S-bit. En die vind je bij de werkbank. Dit hè? Ja. Wij binnen het snelle team. Ja. Nou, tenminste, dat zeg ik bij jij om snel te werken. Maar ja, we zullen wel eens een stek van al leden. Nee, oliëten. Oh, dat moet niet. Ja, natuurlijk. Alles op een gok. Het de eerste gang hoe snel de instructies en zijn het spul op Siki. Maar ja, de nooie. Dit. Oh, heb je het er doorheen? Heb je het verder doorheen, jongens? Stek de blokjes om met de lucifers en sluit het laad goed. Het laadje eruit komt. Wacht. Drin, dit doen we. Rest. Nou, lukt het? Ik moet er helemaal indrukken. Nee. Oh. Wij hebben gewoon geen tactiek. Het gaat altijd oors. Ik zag irritatie bij moeder, hoor. Ja, ik zag een lichte irritatie. Dat is leeftijd verschil. Oh, dat is het. De generatiekloof. Paker, laat dat ding nog staan. Nee, joh. Jawel. Ja, en tik om de klauwen. Dom erin. Nou, en... Sjoch op de meter als de druk genoeg is. Op wat moet u staan dan? Hier, hij moet eruit. Hij is eruit, hè. Het baan net meer? Ik denk dat die blakje die in vochten. Die woont net dronen. Die woont net dronen. Dit ding is ik helemaal wie het worden. Ja. Oh, hij gaat er nog heen. Hij gaat er nog heen. Oh joh, dit wordt niks. Ik ben blij dat ik dat net stuur. Wat nooit alles uit. Alles is uit. Wij hint als al nou van tevoren. Wij zijn net echt niet. Nee. De haadaansluiter. Op de machine, maar hem hier niet. Oh. Nee, net die. Nee, ja. Jawel, ja. Kom maar net minder. We bedaren nergens. Nou komt de druk op. Ja. Nou, Paken. Allee. Ja, los. Ja, los. Daar is hij. Ja. Stop de tier, jongens. Hoe is het mogelijk? Ja. Het was echt neuten daar. Nou, let het maar zijn, jongens. Hoe lang had de familie Buma de Rudien in de finale? Ja, het weer heel lang. 30 minuten en 56, die ging dus 20 tellen hoor.
die je hem woon hebben in de vak in de rondes. En dat brengt je hem tijd op 13 minuten en 36 seconden. Is dat genoeg? Is net genoeg? Nee. Dat denk je net. Nee, Litten we Shendo naar de familie Pol. 36. Ben je hem rapper of stadiger? Ik hoop het. Hoofdrapper. Nou jongens, lid me Shen. Tretjen 36, wat doet de familie Pol? Tretjen 28, Jim weer rapper. De familie Pol, Sean en Ron. In de grote finale, champagne, binnenbrocht door Jan en Koesie. De juryvoorzitter. En daar is Annette Hek. Annette, mijn Mitella, lokmeeske ook vanzelfs. Nou, hoe heet die vervanger dien? Goed, heb je goed hier? Ja. In de finale, hè? Tak een week weer een nieuwe aflevering van No Doe. Dan de derde hele finale. Ont nieuwe week. No Doei! Hey! Hey, wat neemt mijn speeltje? Nou, nou hem. Tjo! Wie gaat nog nek aan nek reden, man? Ik heb dit idee al, ja. Ja, ze hebben echt eerlijk woont. Ja. We hebben een hartstikke goede vervanger door mij, hoor. Ik heb net buiten. Fantastisch gevoel. Ja. Echt weer. Vervelend. Wie bent er? Ja. Ja. En die had verdiend. Oké. Okay.